het is niet dat wij als Nederland heel veel hebben afgedwongen. Bijna niks eigenlijk. Ja, de eerste kwartier nog twee keer met... Ja. Ja, dat klopt. Met Gakpo, dat schot was ja. Vrij, als hij met een korte hoek schiet, want die Maignan ging echt, dan is het een goal. Maar goed, die afgekeurde goal, ik vond wel terecht trouwens dat die goal werd afgekeurd. Want Maignan, hoe je het ook bent, ik denk niet dat hij hem gehad zou hebben, maar hij kan niet duiken. Dus is het wel hinderlijk buitenspel. Ja, vond jij terecht, Leon? Ja, ik denk... Als hij aan de andere kant was gevallen, hadden we allemaal gezegd buitenspel, ja. Hinderlijk buitenspel. Dus ja, even die oranje bril af. Daar valt wat voor te zeggen dat hij afgekeurd is. Maar ik ben het helemaal eens met Vincent. Hij had hem anders niet gehad. En dat is altijd een beetje lullig. Dat is het lullige, ja. Dat zou de regel waarschijnlijk niet zijn dan. Nee, regel. Nee. En ik denk ook niet dat als er niet was gevlacht, dat ze hem alsnog hadden afgekeurd. Of denk je dat wel? Ja, dat denk ik wel. Nou ja, hij moet, dit is de taak van de grensrechter om te constateren of het buitenspel is. Ja, dat was duidelijk. Hij staat haaks op de situatie, dus die grensrechter kan nooit beoordelen of het wel niet hinderlijk is. Nee. Dus dat is dan aan de VAR. Maar het vlagsignaal zelf, ja, dat moet hij doen. Maar moest maar denk je dat de VAR hem wel teruggedraaid als het een geldige goal had gegeven? Denk het wel. Ja? Ja. Moesten we heel lang wachten op de beelden van achter het doel. Hè? Je wilde even de bevestiging. Heel irritant was dat. Ja. Ja. Dat doen ze volgens mij omdat die UEFA, die zijn daar vrij rigide in de Champions League ook. Iedereen kijkt natuurlijk op zijn telefoon natuurlijk mee. Dus ze willen de scheidsrechter niet beïnvloeden dat iedereen op zijn telefoon, dus dat dan een bepaalde reuring ontstaat. Oké. Dat is de reden dat ze daarmee wachten tot nadat de beslissing is genomen. Je zag het binnen een halve seconde, dus je hebt nog geen beelden nodig. Nee, dat is waar. Je zei het instant. Ja. Van buitenspel, hinderlijk buitenspel. Wij hadden elkaar al in de armen, vielen wij al bij de goal. Dus ja, er stond ineens een romance. Ja, toen ik heb ze uit elkaar moeten halen helaas.